Is het nou bruin of is het nou green? Ik denk dat het bruin is. Een lekkere, fruitige oosterrietje rode wijn. Dit is whisky. Maar er komt ook bier bij, denk ik. Misschien mensen even wat het is. Ik denk dat dit... De kleuren blijven wat dit is. Ik zeg bruin. Hartstikke mooi, maar ik kom even een paar biertjes halen voor mijn zwager. Een witte wijn, oh, die had ik gebruikt voor het eten zien, denk ik. Voor het maatje van Piekepoor. Dus sowieso even een orval natuurlijk. Deze kreeg ik op aanraden van Jorrit Douwers. Of kreeg ik, nee, die had kocht bij de Lidl. Die zei, ja, het is een heel fijn wijntje van de Lidl. Die is binnen. Heb je ook een Friese IPA? Ja. Deze uit Drachten. Drachten, oh die DPA zeker? Ja. Ja. Kijk, de Drachter Pale Ale. Oh, hier, kort kletske. Hoppig, dit is het allernijste bier voor Sietse. Kort kletske. Gaan we laatst even bruin in de buurt Delwest. Goeie, zie je. Heb je ook nog van kort kletske? Nee, op het moment even niet. Die komt binnenkort weer. Oké. Komt zelfs nog met een variant met gaaf. Dat heet in het Fries Galjes en dat is het nijste bier van Sietse Kort Kletske. En die wordt net mee in zo'n april wordt die gepresenteerd. Dan doe ik een leuk wief. Leuke wief. Heel erg gepromoot door zanger Marcel Smit. En Jere, het Koningshert Sigorij Ambreel. Wordt volgende week zaterdag gepresenteerd. Wie allemaal gewoon samen met Drachten Brouwers, want we hadden etiketten voor maken. Hup. En nog één. Nou, huppakee, dan wordt het bierpakket maar. Ah, de Jopen, de mooie Nel IPA. Laatst ben ik in Haarlem West bij de Jopenkerk, een aanrader. Wordt het ook nog even ingepakt hier? Sigorijbier, huppakee. Nou, dat bier. Alsjeblieft. Dankjewel, nou, dan zal ik de tafel door. Ja. Leuk dat je gekeken hebt. Vond je deze video leuk? Doe dan je duim omhoog. Wil je meer zien? Neem dan een abonnement. En dan, wat kun je dan eigenlijk? Dan word je op de hoogte gehouden van wat ik aan het doen ben. Wanneer ik weer een video upload en wanneer ik iets post. Mocht je het leuk vinden, dan moet je gewoon een abonnement nemen. Ja toch? Is het nou mevrouw of is het nou meneer?